Lokaal produceren is in. Geen transportkosten van her en der over de wereld met dito vervuiling. En vaak worden de producten biologisch geteeld, dus gezonder. Maar het pad van de lokale ondernemer gaat helaas niet over rozen. Zijn of haar producten zijn vaak wat duurder, maar wel exclusief. En eigenlijk best geruststellend dat je dankzij de lokale ondernemer ook hier in Almelo niet van de honger hoeft om te komen. Streekmarkten zijn in opkomst. Zo was er ook eentje bij Erf of Marlo in Almelo Noord. Nou, de honing die we hebben, daar gaat het heel goed mee. Dat is echt kwalitatief hele goede honing. Alleen qua opbrengst gaat het iets minder. We hebben een heel slecht voorjaar gehad. De maand mei zijn de dames niet zo heel veel uit de kasten geweest in verband met het slechte weer. Zodat totaal gezien de productie wat achterblijft ten opzichte van vorig jaar. Maar kwalitatief gezien is de honing heel lekker. Waarom? Dit is ook honing over een langere periode. Dus eigenlijk ook honing van vele verschillende bloemensoorten. Dus hij smaakt bijzonder goed. Ja. Er zit nog op het randje, het is gebotteld, zit er nog af en toe een heel klein beetje honing. En Frank van Marlen, waar we hier vandaag zijn, die heeft zelf ook bijen. Die staan ietsjes verderop. En als één dame ietsjes honing gevonden heeft, dan gaat ze terug naar de kast. Dan vertelt ze alle vriendjes, vriendinnetjes, joh, daar moet je zijn. Dan komen ze heel snel deze kant op. Dus ik ben al twee keer verplaatst. Een bijenkast ziet, dan heb je een vliegplankje, noemen we dat, waar ze zeg maar binnenkomen. En dan zie je ze soms achtjes draaien, rondjes draaien. En zo geven ze met signalen aan. Ah. Naar alle vriendinnetjes, daar moet je zijn. 500 meter verderop, iets zuidoostelijk, daar zit honing, daar moet je zijn. Ik ben bierbrouwer en ik doe dit nu een jaar in Almelo. En ik verkoop mijn bieren in winkels en in slijterijen. Het is tijdrovend werk. Dus het is, je bent een hele dag bezig om één bier te brouwen. En, het ontwikkelen van recepten, dat kost natuurlijk wel veel uitzoekwerk. En kost wat tijd. Ik huur een brouwerij op dit moment in Haaksbergen. En daar brouw ik per 1000 liter. En wat ik thuis brouw, dat gaat per 20 liter. En daar worden eigenlijk alle recepten worden ontwikkeld. Nou, hoofdzakelijk is het inderdaad gerstemout. En er worden wat andere mouten aan toegevoegd om een andere smaak te krijgen. Dus wat gekarameliseerde mouten bijvoorbeeld, of hele gebrande mouten. Daarnaast gaat er hop gaat erin. En afhankelijk van het bier wellicht nog wat kruiden, zoals sinaasappelschil, koriander, dat soort ingrediënten.